Woensdagavond was het zover, 9 uur. Toen was er een Xbox Developers Direct en ze hadden het al aangekondigd. We gaan dan de games die we gaan uitbrengen in 2023, die gaan we jullie nader laten zien. We gaan er meer over vertellen. Starfield zat er niet bij, daar komt een eigen presentatie voor. Logisch, grote game, moet je ook een grote presentatie doen. Gisteren hebben uh, Jan en ik zitten kijken. 40 minuten hebben we inderdaad vijf games voorbij zien komen. Minecraft Legends, Forza Motorsport 8, Hi-Fi Rush, Redfall en The Elder Scrolls Online. Nick Krom. En we gaan ze gewoon alle vijf even doornemen. Ja. Hoppakee. Zitten we dan. Zitten we dan. Um, the day after the night before. Um, Minecraft Legends. Vanaf 18 april, die datum hebben we gekregen, is dat um, beschikbaar op inderdaad de Series X en S. Xbox One, PlayStation 5, 4, Steam, Nintendo, Switch, PC op de Game Pass. Dat is natuurlijk dan de perk die de Xbox bezitters krijgen, of althans, als je een Game Pass hebt. Een strategie game in het Minecraft Imperium. Ja, met campaign en met PvP. Ja. En PvP zag er een beetje uit als een soort van Tower Defense-achtige uh, uh, staf, wat misschien ook al in Minecraft zelf een beetje uh, het geval was. Maar... Ja. Ik, uh, ik vind het heel moeilijk om er zelf wat over te zeggen. Omdat ik zelf nog nooit Minecraft heb gespeeld. Het, het, het doet mij helemaal niks. Um, ik ben natuurlijk niet achterlijk. Dit is huge. Ja. Deze game. Nou ja, Minecraft is huge. Ja. Dit, dit valt nog te bezien, natuurlijk. Maar. Nou ja, dat is een beetje de vraag van. Um, wat gaat dit doen? Wat, kijk, je zou kunnen zeggen: Oké, okay, Minecraft is huge, dan wordt dit ook huge. Is dat zo? Ja, ik weet niet of, of uh, Minecraft Dungeons datzelfde heeft uh, ge gehad. Dat volgens mij heeft hij het niet. Kijk, Minecraft zelf is natuurlijk echt een fenomeen. En daardoor ja. zal ook uh, de dungeons wel, wel aardig hebben gedaan. Maar ik heb daar niet. Volgens mij, ze hebben niet hoog van de torens geblazen van nou, oh, maar dit is ook heel veel gespeeld. Dus ik denk dat het een beetje aan de download uh, weggestopt is. En ik moet wel zeggen, dit doet me veel meer denken aan wat Minecraft ooit was. Uh, waarbij natuurlijk Dungeons ja. leuk. Uh, ze hebben nu dezelfde view genomen uh, mm -hmm. in Legends. Behalve dat het Dungeons was gewoon een wat kleiner en ander principe. En dit voelt wel weer veel meer alsof het uh, uh, hoort bij Minecraft. Alsof het bijna een soort van mod of een ja, iets, iets is dat. dat uh, DLC had kunnen zijn of zo van, van Minecraft zelf. Is de, is de perk van waarom Minecraft zo populair is... ook dat je gewoon zelf kunt doen wat je wil. En hier word je wat meer gedwongen in van je moet een potje spelen. Uh, het zijn de campagne. Ik denk dat je dat aan kan zetten. En ik ja. denk dat je, ik weet niet precies hoe dat in Minecraft zelf zat. Uh, maar ik denk ook dat je daar uh, zelf of, of PvE kan doen of uh, PvP kon doen. Mm -hmm. uh, misschien kon PvP trouwens wel helemaal niet hoor. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat weet ik dus ook niet precies. omdat ja. ik dat, Toen ik dat heb gespeeld, nou, dat, toen, dat was inderdaad echt in de begindagen. En dat ben ik al lang vergeten omdat het me ook niet zo heel veel deed. Ja. Maar um, ja ik, ik zie hier heel veel gebeuren en ik zie volgens mij kijk Mojang heeft wel een bepaalde nou ja, trouwens je hebt de artstijl van, van van Minecraft heeft sowieso natuurlijk heel veel um, uh, dat is gewoon super herkenbaar maar het heeft een bepaalde cute die die ik hier ook wel weer in terugzie dus ja uh, ik denk dat er wel veel My, Minecraft fans zijn die zoiets hebben van oh ik vind dit dit ziet er zo leuk uit dat ik het wel moet proberen ja nee um, ja de potentie is natuurlijk enorm in die zin van er zijn ontzettend veel mensen die Minecraft spelen um, dus in potentie allemaal mensen die bijvoorbeeld dit leuk zouden kunnen ja. gaan vinden. En uit kunnen gaan proberen. En dat is denk ik ook een beetje waar ze op mikken. Ik mensen... vond de dingen die, daar, die erin gebeurden. Met weet je, het bouwen ja. van die bases en wat dan ook. Ik, vind dat, ik vond dat ergens heel low fi hoe dat werkt. En express natuurlijk ook wel. Maar in ja. Minecraft zelf. Weet je, dat je de hele tijd in first person dat aan het doen was. Ik vond het niet zo lekker werken. Mm -hmm. Hier ziet het er veel gebruiksvriendelijker uit. Omdat je die top-down view hebt. Ja. En ik denk dat dat. Um, We, ja, dat, ik zag veel leuke dingen. Ik ga het nooit spelen, maar ik zag nee. wel dat ik denk van. Als best leuk. Nee, absoluut. Nee, ja, we hebben de mailbill van. Ik, uh, uh, daar kan de, de regie dan inderdaad even onder, onder, onder zetten. Nou, dat moet ik even uitleggen dan. Dat zit ja. in de, uh, de, de eerste video. Dat is de hele uh, Microsoft. Heet die Microsoft Direct? Nee, het toch? Heet toch de Developers Direct? Oh, inderdaad. Ja. De, de Direct ook? Dat ja. Hebben ze ja. klakkeloos overgenomen van, van Nintendo? Dat hebben ze al eerder gedaan. Maar wat raar. Weet je, noem, noem het bij je eigen naam. Ja. Nee, absoluut. En, en dat was natuurlijk het ding van deze direct. En je ziet het al. Uh, ja. uh, ergens verder in deze video gaan ze dus ook echt over, over uh, Minecraft, uh, Minecraft hebben. zelf hebben. Dus je mag even doorheen scrollen, regie, totdat je het goede tegenkomt. Maar um, je zag dat de video's uh, van de vijf games, die waren, denk ik, uh, of, of door uh, in-house, weet je, of, of door productieteams, mm -hmm. bij de studio's gemaakt. Ja. Waarbij deze van Minecraft. Um, ja, waarschijnlijk net zo klunkie is als de, als de, als de uh, oh, en quirky als de studio zelf. Um, niet heel lekker gepresenteerd. Er zaten wat rare audio cuts in die niet klopten. Uh, ja. Dat stukje, ik snap niet helemaal waarom ze openden met deze. Maar... Um, nee, ja, dat, dat, dat zou kunnen. Um, ik, ik, moet wel heerlijk... nee, nee, ik, ik wil helemaal naar het eind toe om dan wat te zeggen over de stijl en, en hoe ze okay. het gedaan hebben. Ik denk ja. inderdaad. Um, dit, dit, dit kan alle kanten op. Dit kan een. een Mega succes worden uh, en ik denk inderdaad wat Microsoft slim doet: is te zeggen, hé, hey, je kan het overal spelen op elk willekeurig platform. Want uh, Minecraft is huge, weet je. Daar zit ook PlayStation 5 en Switch en PC-gebruikers bij die dit spelen. En wat ze slim doet, is dat heel veel van die Minecraft-fans zullen denken: oké, okay, ik weet niet of ik dit leuk vind, maar ik zou het wel een keer willen uitproberen en dan is het natuurlijk gewoon handig. Dat het op Game Pass staat en dat je het dus kunt uitproberen. Ik denk dat dat ja. een beetje de dag, gedachte is van: hé, hey, dit kan een trekker zijn voor mensen om naar de PC en de Xbox om een Ultimate uh, of een ah, Game Pass te nemen. Ah, zo ja. inderdaad. Ja, want Minecraft, mensen die gaan dit sowieso proberen. Ja, maar ja, als je het dus volledig moet betalen, omdat is ja, okay. dus de drempel ja, ook heel laag. Ja. Precies, de drempel hebben ze laag gemaakt. Verder rest, ze hebben Blackbird Studios, Blackbird Interactive erbij genomen. Dat is natuurlijk een partij die veel ervaring heeft met RTS. Ik ben geen RTS-speler, maar wat ik heb gezien, denk ik, ja, solid, weet je wel. Dit, dit, dit werkt gewoon. Je moet van het stijltje houden. Ik vind dit er veel beter uitzien dan de Minecraft hoor. Ik vind dit ja, ja, zeker. als Deze procedural gegenereerde werelden. Uh, ik, uh, uh, ik, ik vind dit wel cute. Ik, ja. ik, ik, ik zie dit en ik heb zoiets van, nou, ik denk nee, helaas dus niet dat ik het ga proberen, maar ik denk wel dat ik er lol mee zou hebben ja, als nee. ik het had gedaan. Ik, uh, ik denk dat er wel een paar mensen zijn bij GameKings die dit heel erg tof gaan vinden. Vanaf 18 april, en dat is al vrij snel, is dus deze uh, verkrijgbaar. Uh, de volgende game die ze lieten zien, ja, daar werd ik toch wel vrij, uh, daar krijg ik wel een natte bokser van. Uh, dat is Forza Motorsport. Uh, ja, ze noemen het nu weer Forza Motorsport, volgens mij is het deel 8. Ja. Uh, dus 500... Even je Mike praten? Ja, 500 auto's ah, zitten erin. Goed. Um, ja, nou goed. Dat is altijd wel een beetje zo met dit soort presentaties. Ik bedoel, het is wel PR. Dus je moet een beetje, een beetje, een be beetje. Een beetje, een beetje terug weten te krijgen. dat is allemaal fantastic En het zou verder gaan dan deel 5, 6 en 7 bij elkaar. Ja. Ja, maar dat is allemaal marketing talk. En ja. dan gingen ze daarna, dan dus, de developer talk in. Ja. Nou, toen viel ik een tijdje in slaap. Ja. Ik kan nou, mij ja. het nou schelen dat er meer dust op de auto zit? Of oh, voel even yo. normaal? Nee nee, 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 nee. Ik denk dat de, de auto's. De, deze game speel je gewoon. Ja, maar, omdat ja, ja. je auto's wil verzamelen. Ja, maar niet dat er iets oh. meer dust op de auto's zit. Dat okay. interesseert toch niemand? Um, dust op de auto. Hmm. Ik snapte die shit later uh, 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 van de, 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 de foliage. ja dat, dat zag er fucking amazing uit. Uh, uh, ik, ja, dat is me net aan de vraag hoe, hoeveel mensen daarop gaan letten dan. Maar dat was bijvoorbeeld in, hmm. in hoe heet die Forza Horizon natuurlijk ook. De laatste was dat ook amazing, ja, hoe ja, dat ja, ja, eruit ja. zag. Nou, dat ziet er echt daarom. Inderdaad, die die, 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 die vista's die je hebt, terwijl je race, dat het dus realistisch is uitziet. Dat, dat, dat snap ik. Um, en dat er wat dust op de auto zit ook. Maar dat je een dus soort van een, een anderhalve minuut gaat uitleggen hoe dat precies werkt met dust op de auto. Ja, maar die ververs zijn niemand. er fucking 20 mensen mee bezig geweest. Die we laten... Ja, dat ja, is dus Oenig. Ik dat zit beetje... erbij een beetje zat ja. en, 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 en Oenig. Oké, okay, nou ja, goed. Ik vind het wel uh, vet. Uh, ik vind het niet het belangrijkste. Wat ik het belangrijkste vind is uh, de diepgang, de customization van de auto's. Precies. En met name ook de, de rijstijl uh, die nog. Uitgebreider is nog realistischer. De baan is geen enkel rondje hetzelfde. Ik heb dit overigens al wel jarenlang al meerdere keer gehoord. Tuurlijk, dit is. Ik de vorige uh, dingen pr jaar op na. En je kan het waarschijnlijk het script. Uh, na 9 van de 10 van de stukken kan je kopiëren. Dat, ja, ja, absoluut. Ik, je, dat is, en daarom voor sommige dingen. Kijk, het is heel leuk om af en toe wat beelden te zien van de devs. die dan lekker ja. gestaged en uh, uh, samen zitten ja. te spelen. Kijk, dit vond ik dan wel tof. Nu moeten jullie spelen. Ja, nu Ach. moeten jullie even spelen. Doe even gezellig. Uh, uh, Oké, okay, cool. Dan, dan zie je. Wie de dev zijn achter de game. Dat vind ja. ik altijd wel charmant. Uh, maar voor de rest, kijk je hier gewoon naar en het ziet er gewoon fucking fucking vet uit. Insane, ja. That's it. Weet je, dat ja. is het enige wat ze hier eigenlijk moesten laten moesten doen. En ja, dan hebben ze maar gedacht: van... nou, wat, hoe kunnen we laten zien dat het er vet uitziet? Nou, de folie, dat snap ik. Ja. Maar je, je moet gewoon dit soort beelden laten zien. Weet je, dit ziet er gewoon super goed uit. Ja, ik, ja, ik heb dan. En dan rij, rij gewoon een rondje, weet je wel, in plaats van alles... Ik snap ook wel dat Precies. dat misschien wat minder dus cijfers, is. is ook saai voor sommige mensen. Maar, ja. Ja, dus, uh, maar goed, geen release-datum, maar 2023... Ik kan hem je nu al wel geven, de release-datum. Niet dat ik hem weet, maar dat wordt gewoon uh, najaar. Dat, dat is gewoon... Oktobertje een, of zo. Het is een oktobertje, inderdaad. Ja. Um, Super grote game natuurlijk voor Microsoft. Zeker, zeker, absoluut. Um, er komt ook, zie ik nu even een... Oh nee, cloud gaming. Uh, hij komt naar de console, pc en cloud gaming. En dat is nog in beta. Um, meteen naar de Game Pass ook weer. Dus ook dat duidelijk. Toen kwam de verrassing die blijkbaar wel een klein beetje gelekt was al. maar oh wel? Is een, ja. Ze maakten daar een heel... Dat vond ik grappig. Dus ja. Ze maakten er een grapje over. Dat ze zeiden van ik hoop dat het niet gelekt is. Maar nee, hier is de game. Het is dus wel uh, net gelekt. Een aantal dagen dat van, van tevoren. Van Tango Gameworks die we kennen. Van uh, ja, duistere games als The Evil Within en Ghostwire Tokyo. Apart stijltje. Um, Hi-Fi Rush. Um, een nieuwe game die niemand kende en ook direct, direct ja. verkrijgbaar was en speelbaar was. En, um, ja, ik, hou... ik hoop dat voor ze werkt. Ik hoop echt dat iedereen zoiets Oh fuck, ik heb nu niks te spelen. Ik ga het nu doen. Omdat hij, ik het zo cool vind dat mensen dat doen. Hij staat op Twitter nu op 1. Uh, hij Leap. staat al op Game Pass. Uh, staat hij al op 1. Uh, Steam. Um, dus. Um, ik hou heel erg van dit soort verrassingen in zo'n direct ja. bel, Want dat maakt het in één keer wel heel erg uh, leuk en involved. Uh, omdat je daarna denkt, oh, ga ik het uitproberen? De ja. um, game is een rhythm game. Een single-player rhythm game. Totaal iets anders dan wat deze gasten normaal maakten. Daarom is ook niet Shinji Mikami uh, de director. Nee. Maar die, die, die dude, die dork die daarnaast stond. Ja, absoluut. Um, ja, zeg het maar, Jelle. Ja, ik vind het er heel vet uitzien. Mm -hmm. uh, en ik heb natuurlijk, uh, um, hoe heet die, Metal Hellsinger uh, vorig jaar gespeeld. Die ja. stond in mijn top 10. Omdat ik ineens de combinatie tussen, dat was natuurlijk een shooter en een rhythm game. Ja. Die combinatie vond ik zo vreed. Terwijl ik normaal niet van voor nee, shooters hou. vooraf niet... van, wie, wie, wie wil dit nou spelen? Ja, wie wil dit nou spelen? En ja. helemaal met die, met die generieke metal eroverheen. Ja. Maar dat, dat werkte ineens echt als een beest. En dat was ineens super leuk Zelfs voor generieke metal die het is en ja. wat dan ook. En, uh, um, dus ja, ergens wil ik dit eigenlijk wel eventjes proberen. Gewoon omdat ik dus die en dit is dan een, een action game met meer een hack and slash en natuurlijk niet een shooter, ja. maar wel met hetzelfde principe namelijk je je, je acties baseren op de beat die, ja. die je hoort. Um, en nou ja, we zien natuurlijk hier een tof, uh, wat is het, de Black uh, Keys of wat dan ook uh, uh, onder gezet. Ja, maar um, volgens mij zit er in de game heel veel gewoon originele muziek. Mm -hmm. Nou ja, dan is maar net de vraag of dat, uh, de, de of dat ja, die composer daarvan een, een, een catchy genoeg uh, soundtrack heeft kunnen maken. Uh, maar ik vind het er vet uitzien. Zeker. Ik vind het inderdaad, kijk, ze zeiden aan het eind van het is een game die je nog nooit gespeeld hebt. Ja, nee, niet in deze combinatie. Bla, bla, maar als je, ja, precies, als je gaat kijken natuurlijk naar wat het is: een rhythm game en een action game. Ja, ja, sowieso, ja maar aan de andere kant, uh, um, ik, ik heb inderdaad soort van, je, je hebt niet heel veel van dit soort voorbeelden. Um, dus ja, ik, ik vond het er vet uitzien. Nee, ik, ja. uh, um, ik ben niet per se een hack-and-slash kind of guy. Maar um, ik vond het wel... Uh, <laughs> ja, en het zat wat, wat ik vond het inderdaad ook het stukje van wat ze presenteerden was af, af en toe gewoon awkward. Want nou, daar gaan we het zo meteen over hebben, ja. over die developer stuff. Maar um, ik vond het gewoon wel, wel grappig gedaan. Ik had ook wat, af en toe wel wat dingen. dat Ik dacht van, oh, maar dit is een beetje kiddy. Dit heeft iets... Um, ja, weet je, je ziet dan die game director. En dat is natuurlijk mijn, mijn fout dan hoor. Maar dan ga ik gelijk, soort, ik zie hem en ik ga projecteren hoe die is en wat hij dan verzint. Ja. En dan zie ik ook precies wel dit soort... Nou ja, zoetsappige, kinderachtig wil ik het niet noemen, maar cartoony, soort van... Ik zie hem daar soort van met zijn pennetje, soort van... Ja, oh, dit lijkt me leuk, dit lijkt me leuk. Ja, 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 dat ja. verzinnen, en dat, nou, ja, dat komt dan in die game, omdat Shinji Mikami hem die kans heeft gegeven. Maar dus ik, ik zag een paar dingen eraan die ik dacht van... Ja, dat vind ik niet zo cool. En, en, en maar andere dingen dat ik dacht van... Oké, okay, fair, dit werkt. Ja, nee, uh, we gaan hem vrijdag uh, streamen. In ieder geval uh, met Yui en Koos. Morgen is dat. En, uh, dat is morgen al, Zeker. dat gaan we uh, snel doen. Want hij staat uh, online, dus je kunt hem nu uitproberen uh, als je een game pass hebt. Um, oh, je kan hem ook kopen, dus uh, dat is mogelijk. Het is alleen uh, verkrijgbaar op de Xbox en de PC, uh, ook Steam Series en X &S? of ook One. Want ik zag bijvoorbeeld dat nee, uh, nee, nee, uh, nee, Minecraft hier... gewoon naar de One kwam. Ja, dat is ja. ook wel tof. Deze is alleen de Xbox Series X. Ik ben even benieuwd ook of het een hele grote game is, of dat je dit ook bijvoorbeeld in acht uur uit kunt spelen en dan kun je hem weer opnieuw spelen. Uh, het is gewoon zo'n wat kleine projectje. Uh, ja, die ze precies. er gewoon tussendoor hebben gedaan. Die gewoon leuk is voor. Uh, met name dan de Game Pass. Als, als een soort van filler, een verrassing, een surprise. Ja, maar dat, dat zeggen we natuurlijk heel vaak. Ja. Hè, van, van Game Pass games. want we krijgen zo meteen. ja, ik weet niet waarom. we kunnen nu naar, naar Redfall. Dan. Ja, Redfall, uh, ja, ja. Want ook dat is van Arkane. van ja. Dishonored. En, 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 maar die deden op een gegeven moment Deadloop. Nou, dat is ook wel. Is, die game is heel goed ontvangen. maar ook ja. niet een super groot prestigeproject. En nee. ook Redfall lijkt me niet een super groot prestigeproject. Nee. Maar ik bedoel, mensen zijn er altijd een beetje kwaad voor als je het een gamepass Game Pass game noemt. Misschien, maar op een gegeven moment gaat het een eigen genre zijn. Dat zijn er gewoon wat meer behapbare, ja. wat compactere producten waar die ze sneller kunnen uitbrengen, omdat het gewoon natuurlijk gewoon content moet zijn. En uh, Arkane is ook nog met andere games volgens mij bezig. Ja, Redfall was trouwens in de, de, de developer presentatie de allerlaatste, en daar gingen ze ook wel het langst over door. Daar liepen ze ook ja. wel echt een hele hele een paar een paar hele missies zien. Uh, die zit ook voor de regie in de uh, in de laatste, nou, het is tien minuten van de van de, de, de developer uh, ja. uh, direct. Ik vond het. Um, ik vond het echt heel tof uitzien ja. en het leek me ook leuker dan ik had verwacht. Ik alleen het is uh, ben je verplicht om koop op te gaan om Nee, je je je, je, je kon en uh, dat, 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 dat was dat wist ik, ik niet. Daar ben ik ergens voor. Ja, ik ook. Ik dacht dat dit een eh uh, een een uh, full on een soort van het co-op uh, zoals Left 4 Dead en wat een beetje bijna een soort van hero shooter uh, ja. zou worden. Um, ik, wa, ik ik was altijd confused. Ik ben nog steeds een beetje confused want Um, ja, je kan hem in je eentje spelen. Ja. Maar, um, it, 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 dus ze zei, het is een single of co-op story-driven game. Ja. En dat zie ik wanneer ze, nou ja, weet je, dit soort gewoon beeldjes hebben gecaptured en wat dan ook en, en, en gewoon hier, vooral ook in dit vond ik wel heel goed, ze laat hier een hele toffe ambiance zien, weet je. Ja. En daar kan Arkane kan het natuurlijk heel goed, een vette setting neerzetten. Maar dan, kijk, hier, hier, hier zie, zie ik wel gewoon dat ik denk: van oké, okay, fair af Dit zou best een singleplayer story-driven iets kunnen zijn. Mm -hmm. Maar later in de gameplay, dan, dan zie ik gewoon zoveel team-based shooter chaos. Dat ja. ik denk van, maar die twee dingen wat je nu zegt en af en toe inderdaad in de establishment laat zien of zo hier de die domme fucking bot die je dan mee een soort van ja dat is, dat is dan die hoort bij dit karakter elke karakter ja. heeft perks en en ja maar en dat en een dat zit natuurlijk een drone ook wel, zit ook wel in 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 single player games is af en toe maar het voelt zo multiplayer ja nee en, en, en dat en heb ik ook dan zie ik dus andere missies en nee, denk van ja nee, maar dit is gewoon full on dit is net geen geen, geen Overwatch teamfighter, nee. fight team shooter maar misschien hebben ze single player gecaptured en een stuk co gecaptured en er voor elkaar heen geflikkerd nou ja dat moet me nog een beetje duidelijk worden van wat het nu is want um, ja co-op ja, dit, dit duurde lang hè dit was tien minuten lang hebben ze ja. eigenlijk verteld wat het is maar ik, ik zag daar zoveel verschillende dingen dat ik dacht van dit is dit is niet een dit ziet er niet uit als een single player game mm. of een co-op game af en toe ja, of, ze het het gewoon... of of ze zijn CPUs je characters ja, maar dat, dat is, ook, vaak, dat is ja. ook denk ik vaak wel zo. Wat niet heel ja. vind ik niet erg als nee. het maar een... Een CPU voor noemen. dat is een NPC is die met je meeloopt. die backstory heeft. Dit is waarom hij of zij met jou hier is. Met een beetje geloofwaardig verhaal. En dit denk ik niet. En dit zijn gewoon, oh ja, dit is die en die karakter. En die krijg je dan ook af en toe in de trailer. Waarschijnlijk te zien dat je kan kiezen. Je gaat singleplayer spelen en dan misschien kan je switchen tussen de kern, maar je kiest bijvoorbeeld drie kerken. Het voelt niet alsof dat dan soort van wat is dan de story. Ja, er zijn heel veel vampieren en je moet verschillende soorten vampieren ook je moet ze allemaal doodmaken. Nee, nou, ja. je moet uiteindelijk terechtkomen bij het hart uh, van, 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 van die investment en dat uitschakelen en dan is het beurt. En dan wel. heb je de hele single player experience uh, afgespeeld. Ja, doorgespeeld? ja, ja, uh, ja. Dat, dat, dat is het. Nou, goed. Het, dus... voelt als een, het voelt alsof het uh, hoe noem je dat, een manetje van alles. Ik voel niet een coherent product als ik okay. dit zie. Hmm. Ja, dus ik, snap, ik ben heel ik sceptisch. Ik, ja, ik ga er niet helemaal in. Want ik dacht inderdaad, in eerste instantie, dit is gewoon een soort van Left for Dead. Uh, yeah. Via a Vampire Shooter. Um, en naarmate ik meer ik denk van, het nog deze steeds, games, namelijk. van deze game zie. En ik vond wel uh, van. Um, uh, en, uh, Nee, dan gaan we nogal weer naar het, het compleet toe. Ik ben nu, ik heb nu wel wat meer het idee van. Um, ik ga dit tof vinden als ik dit gewoon op mijn eigen tempo in een beetje kan spelen. Zo ja. die, die, dat eiland wat je hebt, ja, waar, je dan, uh, waar je dan uh, uh, je kan links gaan, je kan rechts gaan. Je moet gewoon. Je, je kan grotere uh, invest, uh, invested uh, gebieden uh, of, of gebouwen aanvallen. Je kan kleine dingetjes. Je krijgt opdrachten, je kan missies van een bord halen. Ja, daar hou ik wel van. Want ik hou ja. namelijk wel van hun shooteractie. Van ja. Arkane. Die vind, ja. ik, vind ik lekker. Uh, niet realistisch, maar wel toffe wapens. Ik vind, ik vind deze vampires er ook wel op leuk uitzien. Ja. Het is niet standaard. Nee, ik had het uh, graag wat serieuzer gezien, maar dit is gewoon hun stijltje. Ja, het, hun stijl, het, 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 wordt, het, het ontwikkelt steeds meer naar een soort van cartoony-achtige staf. Want ja. vroeger hadden, hadden ze dat ook, maar had het nog iets serieus? En het wordt steeds minder, ja, ik noem het dan serieus. Maar, ja. uh, dus ik had het liever. En dat had, dan is het misschien ook wel wat bij mij wringt hoor. Als dit een soort van hele sobere, duistere uh, look had gehad. Mm -hmm. Ik denk wel van, oh, maar dus het is inderdaad gewoon op je eigen tempo een, een, een eilandkleren van vampieren. Dan, dan ja. had ik het al veel meer gesnapt. En, ja, ja, ik snap nee, het gewoon nog niet. Nee. Nou goed, um, deze game heeft wel een release datum gekregen. 2 mei. Uh, ja, dat is eigenlijk ook niet zo heel ver. En ik verwacht dat we van tevoren wel een keer een leuke uh, preview, preview sessie gaan krijgen. Dus nou, daar zal ik Jelle er in ieder geval bij zetten. Dat hij dan weet wat het is. Uh, de laatste game die ik uh, die, uh, we hebben um, gezien, die zat er. Een beetje middenin. Um, dat is... Ja wat grappig dat je dit, uh, deze volgorde hebt aangehaald. Ja, nou, het, het ging eigenlijk goed. Alleen de Elder Scrolls die je had erboven moeten staan. Ik heb de volgorde van het mailtje van Microsoft ah. aangehaald. De Elder Scrolls, uh, van Bethesda natuurlijk, van ZeniMax online studio. Ja, eigenlijk één met World of Warcraft, de grootste MMO op dit moment. Um, en daar komt Is het een... zo? ja, het is wel een van de grootste MMO's. Eén van de, ja, een van de, ja. Um, populair ook wel bij een aantal mensen bij ons op de redactie bijvoorbeeld. Daan speelt het graag. Um, er komt een nieuw hoofdstuk aan, dus eigenlijk een nieuw chapter en die heet Necrom. Die brengt je naar de oostelijke gedeeltes van Morrowind. En uh, ja, het grote nieuws was dan en nogmaals dat is echt voor de mensen die het spelen, want anders zal het weinig zeggen. Er komt een nieuwe speelbare klasse in, de Arcanist, een soort gast met alchemie en oude oude geschriften waar hij uh, ja, nou, ja elke, magic mee kan doen. Juist voor iedereen die niet uh, 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 Elder Scrolls speelt, is dit juist een heel denk ik bekend gegeven, omdat in elke uh, RPG en MMORPG RPG je natuurlijk gewoon met sommige launches een nieuwe character krijgt. Ja, kan nee, dus... nee, absoluut. Het, blijkbaar en dat gaf hij ook aan was dit uh, een veel gevraagd, een, 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 een veelgestelde vraag van we willen dit. Soort uh, klassen ja. hebben, nou dat hebben ze nu gegeven. En eigenlijk, het nieuws wat ze zeiden is: van Dude, uh, probeer het eens uit. Uh, de komende en nou, dat tijd, was het. Uh, uh, is er een limited uh, uh, limited amount of time, dus een bepaalde tijdsperiode waarin je de game gewoon gratis kunt uitproberen. Uh, alle delen van sowieso um, uh, van de Elders Scrolls, dat, dat staat allemaal op Game Pass. Uh, dat was een beetje het riedeltje. Ja, ik vond het namelijk veel minder een developer direct-achtig ja. idee. Dit was gewoon een soort van... Hé, hey, kennen jullie onze game al? Speel ja. hem anders eventjes. Misschien vind je het wat. Ja, vond niet heel lijp. Nee, zij, zij, maar, doen, zij doen veel altijd los daarvan. Dus. Klopt, maar er was ook na deze developers uh, direct... was er nog een uur lang uh, uh, over Necron. Ja, precies. Dus inderdaad... Los iets. Uh, het, 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 dat is natuurlijk wel zo. Hè? Je douwt in één direct. Want we gaan nu even toe naar, naar zeg maar de, de overall... Uh, Hele verschillende games door iemand die vreselijk van forza houdt, die zal waarschijnlijk denken: van de Elder Scrolls lekker belangrijk. Waar ik had meer van forza willen horen. En iemand die Microsoft Legends leuk vindt, die heeft misschien helemaal niks met Redfall uh, terwijl Redfall, denk ik, de meeste tijd opslokte. Dat blijft Zeker. altijd een probleem. Mijn mening is wel um, afgezien van dat, dat ja, voorlezen en cringy shit. Van most oh, ik ben zo een fantastic team, fantastic game. Dat je op een gegeven moment je, maar goed, het is pr. Um, het legt mij wel wat meer uit van die game. Gewoon allemaal stukjes van 10 minuten. Dat heb ik liever dan 35 trailers achter elkaar. Ja, ja maar Microsoft doet dat altijd wel leuk. Het is wel ja. in ieder geval altijd een geproduceerde show. En daarom vond ik het dus zo grappig dat ik zag dat uh, de verschillende uh, games uh, en dus de studio's andere teams hadden. Uh, zeer waarschijnlijk die, die de video's hebben gemaakt. Want uh, die, ja, technisch was gewoon die van Mojang gewoon beetje oenig. Uh, ja. en, en gewoon niet zo goed. Maar bijvoorbeeld volgens mij die van... Uh, dan moet ik even uit mijn hoofd maar Ik zat een paar keer dat ik van... Oh wacht, dit is goed geknipt. De, de flow van de video. Mm -hmm. En wanneer wat verteld wordt. Redfall was namelijk ook saai. Dat was gewoon voor Hier heb je alleen maar gameplay beelden. En de lul, soms lullen we. En soms zie je gewoon een hele missie. Cool om, om te zien wat die game is. Voor een hele ja. missie. Maar vanuit media maker ogenpunt uh, uh, is was volgens mij die van hi-fi uh, 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 wat is het hi-fi nog iets hi-fi Hi uh, rush hi-fi club <laughs> uh, was uh, die was heel slik geproduceerd uh, ja. die had een hele goede flow en um, dat vond ik dan grappig om het verschil daarvan te zien ja um, en ik vond yeah. ik vond dit, ik vind dit wel een, een coole manier van want je maakt in ieder geval je, je geeft een je geeft het veel meer uh, smaak mee dan wanneer je inderdaad gewoon alleen dat trailertje laat zien. Ja, nee, absoluut. En, en um, ja, er zat hier denk ik niet één director op. Misschien wel één iemand die de edit deed. Of één director van de edit. Maar alle studio's deden het een beetje. Ja. Je had een soort van richtlijnen gekregen. Precies. En deden het op een eigen manier. Ja. En het blijft een probleem. En deze... sommige delen het goed. En sommige deden het niet slecht. Ja. Maar wat, wat meer. Ik zou het oenig willen noemen uh, hier en daar. Ja. Dat krijg je natuurlijk altijd. Hè, als je devs... Uh, daar neerzet. Want je merkte, sommige van die devs die praten heel makkelijk. Dat zag je ook volgens mij bij Minecraft. hadden ze ook echt, denk ik, wel zes mensen opgetrommeld. Ja. En volgens mij, de game director of, of een van de wat hogere pieven, helaas dan een witte guy. Dus daarom hebben ze natuurlijk juist ook een diverse uh, cast neergezet. Ja. Maar um, die praten heel lekker. En eigenlijk wil je gewoon dat. Uh, 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 dan de hele tijd zien. Want dan heeft zo'n zo presentatietje veel meer impact en flow. Ja, nee, absoluut. Dan ben je een soort van iemand zo soort van, weet je zo'n zo, zo wit kereltje zo'n beetje aan zijn t-shirtje ziet plukken. Nee, absoluut. En het is allemaal natuurlijk scripted en ze moeten voorlezen ja. en dan zitten er dan nou, ook van die grappen bij. En dat werkt natuurlijk nooit. En ik heb altijd zoiets van... Nee, die grappen want, niet. Ja. We, 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 op een gegeven moment... Um, maar op het eind van, van die hi-fi rush. Ja. zie je dat is iets heel awkwards. Soort ja. van die alle twee. En toen, ja. toen zag je dat oké, okay, daar hoorde de knip. Ja. Maar toen zei Cinji Mikami, ik het goed. En dat was totaal off-script, denk ja. ik. En dat is dan, dat is dan ineens echt heel leuk. Ja. maar dus daar, nu word je een mens en niet een, een autocue robot. Nee. Het zou dus inderdaad wat spontaner kunnen worden. Maar aan de andere ja. kant. Dit soort mensen zijn natuurlijk geen acteurs, geen presentatoren. En ik denk het belangrijkste wat ze mee willen geven. En dat vind ik dan weer tof. Is ook een beetje die mensen een gezicht geven. Dat je, dat je, dat je ook ziet van het is een studio. Met al mensen ja. die aan het maken zijn. Uh, ik vind dat altijd wel leuke beelden. Um, maar ik denk dat deze vorm die mogen ze mij part uh, vasthouden. Er komt nog iets van Starfield aan um, en ze hebben ook al aangekondigd dat ze naar L.A. gaan afreizen. Dus ik denk dat ze gewoon bij de E3 hun evenement uh, gaan doen die we heel graag willen bezoeken. Um, maar we weten meer over vijf games. Allemaal komen ze uit in 2023. Er komt dan nog Starfield bij. Ik zou zeggen, ga lekker los in de comments. Um, wat was voor jou het hoogtepunt, dieptepunt? Um, is Microsoft nu eindelijk full on games aan het droppen of? Vind je het nog niet vergelijkbaar met de concurrentie? Laat het even weten. Um, en um, ja, stop het lekker in de comments.